Ik sta hier met John en Dorien van Holst van Cafetaria Eethuis van Holst in Dongen. Zojuist gehoord dat jullie door Snackerie tot de beste cafetaria van Nederland zijn uitgeroepen. Ja goed, dan is de eerste vraag toch, hè, van, hoe voelt zoiets? Ja, geweldig natuurlijk. Het is iets waar je altijd hoopt. Maar dan moet het nog maar uitkomen en dit is wel, dit is gewoon echt helemaal geweldig. Dus we zijn er super blij mee. Ondernemerschap is vertrouwen hebben in eigen kunnen en ook geloven in eigen kunnen. Dan stond op jullie formulier dat jullie vorig jaar wat naar jullie eigen zeg wat te vroeg waren beoordeeld. Maar dat jullie dit jaar klaar waren voor de nummer 1 positie. Hoe noemen ze dat? Voorspellende gaven? Nou ja, er waren nog een paar verbeterpuntjes en die hebben we eigenlijk doorgevoerd. En toch wel om toe te werken naar nummer 1 te horen, ja. Even voordat we aan die verbeterpuntjes beginnen. Vorig jaar zijn jullie eigenlijk aangemeld. Hè? Zoals Martine zelf straks zei, van dat pareltje waarvan men vond, die moet daarin staan. En toen zeiden jullie eigenlijk te vroeg. En toen kwam er toch een hele mooie notering uit. Hoe kan zoiets? Dat klopt inderdaad. We zijn eigenlijk begonnen. Vroeger hadden wij dus 25 jaar geleden een kleine cafetaria. Hebben we verbouwd door de jaren heen. En zijn we dus uit gaan breiden. Groter geworden. Stukken bij, stuk terrassen bij. Nieuwe ijssalonnen bij. En wij vonden samen dat we gewoon alles echt goed moesten hebben. Willen wij meedoen. En dus verleden jaar kwam die eigenlijk onverwacht. Hadden wij dus een Imago Award gewonnen. Waren we heel blij mee. En het nummer 21 binnen. En dit jaar hebben we er echt alles aan gedaan om met dit team zo goed voor de dag te komen. En uiteraard, het team heeft het natuurlijk geweldig gedaan. Als je op deze positie op nummer 1 komt, is het gewoon helemaal super. Ja, dus enerzijds zei je ook van waren we nog niet klaar. Anderzijds inderdaad die verbeterpuntjes. Wat kunt u vertellen over die verbeterpuntjes? We hebben de gast is koning laten komen. Die heeft een paar keer training gegeven aan de medewerkers. En ja, dat heeft toch echt wel geholpen. Ook mystery guest bezoeken en zo. Dus toiletten verbouwd, nieuwe kleding, ja. Schermen, ja, echt best wel veel nieuwe dingen. Een terras aangekleed en personeel, ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Gewoon getraind en dat heeft toch echt wel geholpen ook. Ja. Ja, dat personeel, dat is dan toch wel iets heel bijzonders. Natuurlijk vindt men altijd personeel doet het. Maar toen jullie personeel op het podium kwamen, toen leek het niet op te houden. Hè? Hebben jullie echt zoveel mensen nodig? Dat klopt inderdaad. Wij werken met een team van 45 mensen. Tot 50 zelfs denk ik op dit moment. En dat wil zeggen een hoop part-timers dus, zeg maar, die bij ons werken. En een aantal vaste medewerkers. 3 bedrijfsleiders zeg maar, die de boel regelen. En die hebben wij wel nodig inderdaad. Wij hebben best een grote cafetaria zeggen ze. En je hebt nu natuurlijk een afhaal. Je hebt ook de tafels. We hebben 75 plaatsen binnen. 75 plaatsen buiten. We hebben nog een nieuwe ijssalon erbij waar we zelf het ijs maken. En wij hebben nog een maaltijd bezorgd, dus bij de mensen thuis brengen wij ook dus die maaltijden. En die mensen hebben wij inderdaad nodig, klopt. Ja, die mensen moet je allemaal trainen volgens jullie eigen visie. En die mensen moet je vervolgens ook nog eens leren wat ze moeten doen om hoog te eindigen in de cafetaria top 100. Wie heeft die dankbare taak? Zoals John al zei, we hebben 3 bedrijfsleiders. En wij zelf sturen gewoon ook heel veel mee aan. Dus... en iedereen corrigeert iedereen dan eigenlijk op een gegeven moment ook. Kijk, je hebt af en toe wel eens dat je 4 goeie hebt staan. En dan als er dan eentje bij komt, ja, die wordt gewoon meegetrokken door die 4 goeie. Dus altijd zorgen dat er genoeg mensen zijn die het goed kunnen. En dan wordt eentje altijd wel meegetrokken en die leert het dan ook sneller. Dus. Nou, vertelden jullie net al, vorig jaar ook Imago Award gewonnen. Dit jaar ook weer uitgereikt om dat imago van die branche zichtbaar te maken. Nou staat in het juryrapport dat jullie worden bezien als een middenklasse restaurant. Is dat dan een compliment of is iets waarvan jullie zeggen, ja, daar moeten we ook echt naartoe met deze branche? Dat is sowieso een compliment natuurlijk, maar daar moeten we ook wel naartoe, denk ik. Je ziet steeds meer, wij bakken onze aardappels, friet kopen wij zelf in, die bakken wij nog zelf voor. We maken ontzettend veel dingen die wij nog zelf bereiden. Maar daarentegen hebben wij bijvoorbeeld ook een sperris, biefstukken, schnitzels, ontzettend lekkere maaltijdsalades. Dus mensen komen met een gezin, komen bij ons nog echt lekker, kunnen ze eten voor een hele goede prijs. En wij denken dat het daar in de toekomst ook wel naartoe gaat. En dat scoort op dit moment goed, maar wel met verse producten werken wij allemaal. Dus die cafetaria die blijft zeker ook de afhaal gewoon met mooie en goede producten werken. En voelen jullie dan cafetaria ondernemer of restaurateur of moet je dat toch gewoon als hetzelfde zien inmiddels? Ja, ik denk beide. Ja, maar dat cafetaria gedeelte dat blijft eigenlijk altijd. Want bij ons kunnen mensen ook aan tafel, kunnen ze met een frietje, met een frikandel bij wijze van spreken eten. Maar ze kunnen ook een biefstuk eten. Dus ja, voor ieder wat wil ze eigenlijk. En behalve dat jullie dit ongetwijfeld groot gaan vieren, hebben jullie met personeel afspraken gemaakt? Zijn er al soort weddenschapjes gehouden van als wij winnen dan? Of?
Nou, we gaan zeker wel iets geweldigs doen met personeel. Hebben we ook gezegd, van, of met medewerkers. Het is eigenlijk geen personeel, het zijn medewerkers. Ja, want die doen het tenslotte. We gaan zeker iets moois doen. Daar mogen ze zelf ook over meedenken. Maar dat je eerst wordt, dan ga je niet van tevoren bedenken. Ik ga eens iets geks doen. Dus nu zijn we eerst en nu mogen ze mee gaan denken. Verrek, wat gaan wij eens doen om een hele mooie dag te maken? En dat gaan we zeker doen. En ja, tot slot, er wordt gewaarschuwd, hè, door winnaars uit het verleden. Ze proberen althans een beeld te geven wat er op je gaat afkomen in de dagen die volgen. Hebben jullie nu al op een of andere manier daar iets op bedacht, voorbereid? Of is het echt na vanavond en morgen wakker worden en we zien? Nee, we zijn al wel een beetje voorbereid inderdaad. We hebben sowieso, we maken altijd roosters voor een aantal weken. En daar hebben we gewoon reserve bij ingevuld. Van mochten we nummer 1 worden, dan ja, worden die reserves echt, ja, die moeten gewoon komen werken. En ja, ook wel wat dingen voor versiering, doeken voor op de, ja, bovenop de zaak. Ja, toch wel wat dingen, ja, Facebook. Was dat dus toch wel weer een beetje wat in dat inschrijfformulier stond, hè? Van we zijn er klaar voor. Ja, maar ik vind dat je altijd klaar moet zijn voor voorbereiding. Je moet niet alles op je af laten komen. De ondernemer houdt ook in dat je soms wel eens dingen voor moet bereiden om het goed te laten verlopen. En ik denk dat we dat wel gedaan hebben. Dus we hebben er naartoe gewerkt. Dus laat het maar komen, zou ik zeggen. Kom allemaal maar een keer langs.